Hallo iedereen, vandaag gaan we eindelijk ons elite box openen van de 20ste verjaardag van Pokémon. We hopen dat we er iets goed uit halen. We gaan trekken eens kijken wat er allemaal in de doos zit. We gaan de doos openen. We hebben dan een boekje met allemaal accessoires van Pokémon. En de volledige serie kaarten dat deze serie bevat. En dan wat uitleg over de kaarten. We hebben een codekaart. We hebben de promokaart, een Shaymin EX. Het is wel een mooie kaart. We hebben een zakje met dobbelstenen. We hebben een toestandsgestel voor in de doos met Pikachu. We hebben een zakje met energy kaarten vanuit de serie van Generations. Dat is speciaal. Dan hebben we nog een pakje met sleeves. Met Pikachu er nog. En dan nog een poison marker en een burn marker. En dat was het. We hebben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 boosters. 10 boosters in deze elite box. Dat is meer dan een gewone elite box, denk ik. Laten we even sorteren. Een Blastoise, een Venusaur, een Charizard, een Pikachu. Ik heb je al gesorteerd. 3 Blastoise, 3 Venusaur, 2 Charizards en 2 Pikachu. Welke moeten we binnen, Tara? Blastoise. Oh, ik heb een gevoel dat er al direct wel in zit. De gemiddelde rares erin zitten, ultra rares, zijn 5 à 6 per elite box. 6 X'en in 10 pakjes. Laat ik zien dat dat waar is. Ik hoop het voor u. En we beginnen met een Fighting Energy. Een Dodio. Slowpoke. Darkness Energy. Een Gengar. Kijk eens wat ik eerst zoeken. Een Frolic Grow. Een Max Revive. Olympia. Een Altaria. Dat is wel een holotel. En een Hitmonchan. Dat is al niet goed begonnen. En welke is volgende? Een Venus zou dan zeker. We beginnen met een Vulpin, een Crushing Hammer, een Red Card, Geodude, Tangela, Magikarp, Steel Energy, een Tauros, een Ivetal, Holo en een Dichtrio als rijder. Dan gaan we verder met Blastoise. Nu gaan we het rijtje af.
gewoon als kilo verwacht, wat ben je? En we beginnen deze pakken met een Raichu. Pokeball. Crushing Hammer. Geodude. Een Pikachu. Een Caterpie. Psychic Energy. Een Golem. Oh, een Flareon EX. Hier is nummer 1. Flareon. Flareon dan gekruist door het raam. En een Gyarados als rare. Van deze Flareon tracks liever. Oh, verder met de... Adventure, dacht ik. En we beginnen met een Flabébé. Een Revitalizer of zoiets. Een Shauna. Ponyta. Shellder. Fairy Energy. Zubat. Een Machamp. Een Zendene. En een Snorlax, als er is. Verder met Cesar. En we starten met een Charmeleon. Golbat. Persian. Onze favoriet Gastly. Krabby. Machop. Grass Energy. Poké Fan Club. En Meowstic. Oh, een Mega Venusaur EX. Mooi, mooi, mooi. Mega Venusaur. Al een trek sleeve. We gaan met Flareon zitten. En we gaan door met een Pikachu pak. Een, twee, drie. En we starten met een Shroomish. Pokéball, Olympia, een Pikachu, Clefairy, een Meowth, Rhyhorn, een Geodude, oh oh oh, oh, mega harde voor EX Full Art, prachtig, tweede mega Pokémon, de laatste is een Parsect. Hier prachtige kaart ook. Een full art mega Gardevoir. Dan trek ik sleeve. Echt mooi. Dan een gewone Gardevoir en een shiny Gardevoir. We gaan met de andere zitten. We gaan verder met het laatste Blastoise pak. Booster. En we starten met een Wobbuffet. Een Metapod. Clement. Clefairy. Diglett.
Water Energy, een Magikarp, Cloyster, een Swirlix en een Pinsir. Dan gaan we met de Booster. Een Shroomish, Clement, Iwakuni, grappige kaart, Slowpoke, Dark Energy, nog eens onze vriend Gastly, een Krabby, een Persian, een Charizard Holo, en oh, een mega Blastoise! Allee, juist nog mega Charizard en het is compleet. Wel, drie megas nu. We doen het in mega evoluties vandaag. Dan trek ik liever. Zullen ze dan toch gaan rijken met er 6 van doen? Ik hoop toch 5. Ik zou graag nog een Articuno verlaard hebben. Dan verder met het laatste Charizard booster. Eén, twee, drie. En we starten af. We starten net in de Fletching. En Gleveler. Een verrekijker. Een Potekus. Een Revitalizer. Oh, dat is altijd een moeilijke naam. Een Meowth. Tangela. Paras. Rhyhorn. Een Parasect. Een Oorlas. En een Machamp. Cool. Ons laatste booster. Ik heb er nog 4 Oekraïners uitgehaald. Ik had het erin dat er 2 zitten, want die kans is heel klein. Ik hoop nog op eentje dat we er 5 hebben. En ik heb gezien wat Pikachu ons brengt. Een, 2 en 3. En Pikachu brengt ons een Chikorita met een Pikachu achteraan. Een Pokéfanclub. Een Pokécenter Lady met een Pikachu beertje. Een Magmar. Een Diglett. Een Fighting Energy. Een Donio. Een Erebdash. Een Floet. En een Hitmonlee. We hebben 4 Ultra Rares. Uit onze booster, uit onze elite trainerbox geld. Ik weet niet dat het veel of weinig is. Ik denk dat het weinig zal zijn. Tenminste dat ik gehoord heb, Elner rolt 6 uit. Laat het weten als jullie er ook al open gedaan hebben, hoeveel ultra rares jullie uitgehaald hebben. Laat zeker weten in de reacties. Maar nu is overlopen wat wij geploet hebben. We hebben een Mea Hardevoir EX Full Art. We hebben een Mea Venusaur EX. We hebben Flareon EX. En een derde Mega Pokémon, Mega Blastoise EX. En dan hebben we nog de Promo Shaymin EX. Jullie mogen altijd iets laten weten in de reacties wat jullie vonden van deze video. Wat jullie hebben gevuld uit jullie Elite Trainerbox. Dus als jullie deze video leuk vonden, geef zeker een dikke duim omhoog hier beneden in de onder het beeld. En abonneer voor onze nieuwste video's. Dus like en abonneer en tot de volgende keer. Doei! Doei.